In deze vijfde video wil ik het met jullie hebben over jouw transformatiekracht en dan de verbinding met de universele vlam. Want nu dat je weet hoe dat is om te manifesteren in de nieuwe tijd, is het ook belangrijk om te leren jouw transformatiekracht op een goede manier te gaan gebruiken. Wanneer dat je jouw transformatiekracht goed leert gebruiken, dan zal het vertrouwen in jezelf ook sterker worden. Je zal weten dat je echt zelf je eigen leven vormgeeft door alles wat je ervaart en mag meemaken. En hoe hoger jouw energie en frequentie, hoe krachtiger jouw transformatiekracht wordt. Dat betekent dus dat je een ruimer bewustzijn nodig hebt om te begrijpen waar je mee bezig bent, zodanig dat je niet het verkeerde aantrekt. Je transformatie of je manifestatiekracht, kun je het ook eigenlijk op die manier noemen, is de kracht om via jouw gedachten en gefocuste intentie iets naar je toe te magnetiseren, waardoor dat het in jouw realiteit verschijnt. En je transformeert je leven zodat je de hoogst mogelijke versie van je leven leeft. Hierdoor zorg je ervoor dat dit leven, dus deze incarnatie, één van de belangrijkste wordt. Eén die een stempel zet op de wereld. Hoe hoger je transformatiekracht, hoe makkelijker je dingen aantrekt. En dat betekent automatisch ook dat wanneer je onbewust met je gedachten omgaat, je resultaten krijgt die je liever niet had aangetrokken. Wellicht trek je dan zaken aan die je liever vermijdt of niet wilt ervaren. Verkeerde manifestaties bestaan niet, maar wel verkeerde gedachten. Dus bewustzijn over elke gedachte en elke overtuiging helpt je om op een moeiteloze manier te manifesteren. Waar zijn er nog illusies die jij als waarheid aanneemt? Welke angsten hou je nog tegen? Om je op weg te zetten tijdens het manifestatieproces wil ik alvast enkele principes meegeven, zodanig dat jij een bewuster kan gaan manifesteren. Eerste, weet wie dat je bent en wat je hier op aarde komt doen. Twee, geloof in jezelf, meer nog vertrouw in jezelf en in je mogelijkheid om te manifesteren. 3. Weet waar je heen wilt, weet wat je wilt met mensen te manifesteren zonder je te verliezen in details. En 4. Spreek en leef vanuit de energie die je wenst te ervaren op het moment dat de manifestatie zich toont in je realiteit. Nu mocht je nog meer willen leren over het manifestatieproces, dan kan je op mijn website de training Manifesteren met Elementen aanschaffen. Waar ik je nog meer leer en vertel over hoe je manifestaties kan saboteren. Zodanig dat je natuurlijk op een goede manier kan gaan aanvliegen. Maar je kan, in de training vind je ook terug wat dat bijvoorbeeld de reden kan zijn dat je wens nog niet ontvangen hebt. Nu, de link staat sowieso onderaan deze video. En ik schreef de training met inclusief een volledige videoserie, omdat innerlijk werk zo nauw verbonden is met bewust manifesteren. En dus hoe meer je eenheid creëert in jezelf, hoe meer je de vrouwelijke en mannelijke energie in jezelf laat samenwerken en hoe meer je werkt met de kosmische flow van het universum. En zo ontstaan moeiteloze manifestaties waarbij dat universum voor jou gaat gaan werken. Maar dat kan alleen wanneer je vertrouwt, de controle loslaat en open bent om te ontvangen. En laat dat nu net het moeilijkste zijn voor de meeste mensen. Want ook dat is eigenlijk slechts een overtuiging. Oh, het is dus moeilijk om los te laten. Oh, het is moeilijk om in overgave te gaan. Oh, het is moeilijk om vertrouwen te hebben. Of wat dan ook. Wat als eenvoudig en moeiteloos gaat om open te zijn. Om te vertrouwen. Om je in overgave te laten leiden door het universum. Ook dat is een vrije keuze. En dus... iets anders dat ik in deze video ook wel bespreken en die er eigenlijk ook mee verbonden is, is karma uit vorige levens. Het kan inderdaad zijn dat karma uit vorige levens, en dus vooral ook uit je familielijn, ervoor kan zorgen dat je onbewust andere manifestaties aantrekt. En dat gebeurt hoofdzakelijk omdat je eerst een aantal lessen te leren hebt. Maar zolang je daar geen bewustzijn over hebt, zou je dus niet in staat zijn om je verlangens op een moeiteloze manier te manifesteren. Of, wat heb ik ook al meermaals meegemaakt, dat je eigenlijk probeert stukken en karma te transformeren, lessen te leren die niet van jou zijn. Die zijn van jouw kinderen, zijn van je partner, zijn van je familie of wat dan ook. En hebben eigenlijk totaal niets met jou te maken. Maar het lijkt in de 3D-wereld dat je er wel door beïnvloed wordt of in meegetrokken wordt. Maar daarom is het niet jouw les. Plus, karma is niet iets negatiefs dat je overkomt. Het is eigenlijk een disbalans in energie die door jezelf gecreëerd is of door zielen uit je familielijn. Dat kan zowel in het huidige leven zijn als tijdens vorige levens. Dus het is jouw taak om de les te leren die met het karma te maken heeft. En dat kan zijn door eenzelfde situatie nogmaals te ervaren en dus nu dan andere keuzes te gaan maken. Misschien was je bijvoorbeeld in een vorige leven niet in staat om een relatie aan te gaan met een andere ziel door afkomst of wat dan ook. En als jullie elkaar
En als jullie nog steeds elkaar lessen te leren hebben, dan zou je in dit leven dus opnieuw weer de kans krijgen om die relatie aan te gaan. Maar of wat dat dan betekent dat jullie moeten samenblijven? Nee, niet noodzakelijk, want dat hangt af van de lessen die je te leren hebt. Het kan bijvoorbeeld een les zijn om elkaar vanuit vrije wil nu los te laten, waar dat het in een vorige leven verplicht werd door anderen. Dus alles is afhankelijk van het karma dat je uit te werken hebt, en dus eigenlijk van de lessen die je te leren hebt. Dus karma is zeker niet negatief. Het wordt wel als negatief ervaren wanneer je bijvoorbeeld ten koste van andere zielen jezelf verrijkt hebt. Of wanneer je andere mensen misbruikt hebt. Karma kan ook zijn dat je bijvoorbeeld in een vorig leven zelfmoord gepleegd hebt. En hierdoor leerde je toen de les niet. En daardoor krijg je hem dan nu opnieuw voorgeschoteld. De enige reden waarom we eigenlijk als ziel hier rondlopen op aarde is tenslotte het leren van de lessen. Zodanig dat onze ziel wijzer wordt en dat onze energie eigenlijk ruimer wordt. Dus uitgebreid wordt. En van zodra de nodige lessen geleerd zijn, kan je door naar het volgende level, waar dat je nieuwe lessen kan leren. Tijdens het manifestatieproces is het belangrijk, pardon, om te kijken wat er mag veranderen, dus ook om angsten los te laten, maar ook kijken wat er mag veranderen in mijn leven, zodanig dat die manifestatie binnen kan komen. Want zolang dat je vasthoudt aan het verleden, kan het nieuwe niet binnenkomen. Je kan het vergelijken met een fles water. Zolang dat de fles water vol met vies oud water zit, zal je geen vers fris water in de fles kunnen doen. Het beste is om de fles uit te gieten, het proper te maken en dan daarna letterlijk de fles opnieuw te vullen. Dus je kan een nieuwe start maken door het oude volledig los te laten. En dus door met de stralen te werken, kan je de eigenschappen die je nodig hebt ook versterken, zodanig dat je aan die blokkades kan werken. De stralen helpen je dan met het helen van emoties en trauma. Ze transformeren beperkende overtuiging en brengen inzichten waar dat nodig is. En dus de healing die gebeurt, is eigenlijk waar dat er schaduw was, waar dat er laagtrillende energie was, die wordt geneutraliseerd en vervangen door eigenlijk hoogtrillende energie. Werken met de stralen en vlammen is eigenlijk net als een magier werken met alle elementen dat het universum jou aanbiedt. En dus waarbij dat je leert hoe dat je een meester manifestator wordt, terwijl dat je aan alle schaduwen in jezelf werkt.